Onderhoud aan de marathonwagen is belangrijk. Dat scheelt veel kosten en ergernis. Maar mocht u het zelf willen doen, daarvoor hebben we een webshop, koetsonderdelen.nl. Nu gaan we de draaiende delen, wat aan de koets zit, ook nog even smeren. Met een smeermiddel. Nu gaan we de bouten controleren van de hele koets. Of ze vastzitten of dat ze los zitten. Als ze los zitten, gaan we ze allemaal vastzetten. De remmen controleren. We kijken bij de remmen, kijken we naar of de voering materiaal genoeg op zit. Dan kun je zo de plaats aan de koets controleren. Ik laat via een losse plauwwerk zien hoeveel remblok materiaal er nog op zit. Als de voering versleten is tot dit streepje, dan wordt het tijd dat die vervangen moet worden. Nu gaan we controleren of de rempedalen op druk zijn. Als dat niet het geval is, dan heeft u een lekkage in het remsysteem. Dan neemt u contact met Vastkamp Hall op. Zelf kunnen we wel controleren naar de remvloeistof of die voldoende is. Je hebt een minimaal niveau en een maximaal niveau. Daar moet die tussenin staan.